Tering. Ah! Heb je hem doorgesnikt? Ja! Yes! Goed gedaan! Oh, oh, oh! Oh! Oh nee! Oh! Dolly erbij? Dolly komt. Ja. Kom op tafel staan. Goedemorgen. Oké. Pas op. Hoi lieve Olle familie en welkom weer bij deze nieuwe Olle Dinsdag. Ik heb hier een hele leuke gezellige gast. Dit is Thomas. Hoi. Hoi. Jouw kanaal is Dit is Thomas, toch? Gewoon Thomas. Gewoon Thomas. Dit is Thomas kan ook. Het is gewoon Thomas. Gewoon Thomas. Gewoon Thomas. Want het is gewoon heel simpel. Gewoon Thomas. Het is heel simpel. En het is makkelijk. We kennen elkaar niet echt. We hebben elkaar wel eens gezien hier en daar. Toen zijn we een beetje met elkaar in contact gekomen. En ik had een hele leuke challenge in het vooruitzicht gepland. En we komen ergens ook overheen met iets. We houden altijd van hetzelfde. En dat is natuurlijk ook eten. Ja. En we dachten, we gaan het vandaag gewoon naar een ander level brengen. Ja. Dit is iets waar jullie heel veel om hebben gevraagd. De Gummy Food versus Real Food Challenge. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ook. Ik heb het voorbereid, want ik heb in dit geval geen derde persoon die dat voor mij kan doen. En dat houdt in dat we straks twee borden hier krijgen. En zoals Dion net zei, heeft zij het al helemaal voorbereid. Dus ik weet niet wat er op de borden ligt. Dus het kan echt voedsel zijn of ja, snoepvoedsel. Oh, en Dolly gaat er vandoor, denk ik. Kom maar. En dan halen we straks de deksels eraf. En dan heb jij misschien echt voedsel en ik heb misschien gummy food. Ja. En dan moeten we het gaan eten. Ja. Nou, heel simpel. Bijvoorbeeld, we hebben een gummy food kers of zo. En dan krijg jij bijvoorbeeld echte kersen en ik een gummy food kers. Het is wel een beetje te doen dat we allebei een soort van onszelf afvragen wat eronder ligt. Ja. Yeah. Dus ik stel voor dat jij het bord mag kiezen. Oh, is goed. Ja. Ik ze voorleg en dat jij mag kiezen welke we nemen. En dan kunnen we nog altijd kijken of we gaan ruilen of niet. Goed idee. Ja? Ik heb echt heel erg veel zin in. Ik ook. Voordat we gaan beginnen, doe natuurlijk even die hele dikke duim alvast omhoog. Nee. En wil je dit ook een pootje omhoog? Ja. En wil je helemaal niks missen, vergeet dan ook niet om op mijn kanaal te abonneren. Ik ga hem eens even naar de keuken voor je. Oh, spannend jongens. Spannend! Ik heb hier de allereerste bordjes. Mag ik kiezen? Jij mag kiezen. Oké. Ik ga voor de rechtse. Ja, okay. Ik ga deze doen. Okay. Maar hij is heel zwaar. Wil je nog ruilen? Ik word zenuwachtig, serieus. Je mag ruilen nog. Ja, nog één keer ruilen. Wil je ruilen? Kom, we gaan gewoon heel snel proberen. Kijken wat het is. Ik ben het nu al vergeten. Ben je klaar voor? Ja, 3. 2, 1. Oh, ik heb een echte. Je hebt de echte. Ik heb het heel goed. Oh, het ruikt echt heel lekker. Ja, hij is ook al voorverwarmd. Nou, deze ruikt veel beter dan nog. Oh my god, zo zoet. Is die goed? Ja. Is die salami goed? Ja, heerlijk. Zal ik hem helemaal opeten? Ga je hem helemaal opeten? Nee, joh. Echt goed. Ja. Nou, dit zijn de leuke dingen in het leven. Maar hoe proeft dat? Gewoon snoep. Mag ik proeven? Ja. Gaan we aan dezelfde pizza zitten? Okay. Ja. Het is zoet, hè? Het is heel zoet. Het klinkt heel vies als je een hap neemt. Dus ook. Ik ben Thomas. Weet je mij? Nee. Stel je voor dat onze eerste date zou zijn. Allebei heeft... Nou, jammer. Ik wil eigenlijk nog een hapje. Maar ga jij die serieus nog opeten zoals ik op je hoofd heb gelegd? Ja. Ik heb echt superveel van die pizza op. Maar ik weet dat er nog veel meer gummies en veel meer andere dingen nog komen. Ik hoop dat ik nou gummy heb. Ja, ik wil dat stukje salami wel. Er ligt een haar op, vandoor. Je mag er kiezen. Oh, ja, maar net heb ik ook 3 keer gewisseld of zo. Ik ga voor die. Ja? Het gezicht, dat is echt zo'n... Ja, weet je het zeker? 3, 2, 1. Yeah. Huh? Yeah. Wat is dit? Dit is gummy. Oh, yes. Oh, ik vind mais echt heel vies. Echt? Ik ben echt heel blij nu. Ja, mij maakt het niet uit. Kom maar kijken, Dolly. Ik vind het dus wel lekker. Oh, maar kijk die dit. Die stok. Kijk eens hoe vet dit eruit ziet. Maar wat is het groene aan de achterkant? Nat. Groen op de achterkant is natuurlijk nat. Ja, natuurlijk. Maar hij stinkt wel een beetje. Hij ruikt echt naar mais. Ja, heel... Oh, sorry. Ik bijt op de stok. Het is een soort lolly, denk ik. Ik moet een beetje omheen eten. Is die lekker? Ja. Nou, hij is heel fris. Ja, ook nog één. Het is een hele lekkere gummy. Het is een hele lekkere stok. Wil je hier een stuk van proberen? Nee. Hij stinkt. Hij ruikt raar. Hij ruikt weer. Nee, dat is onze zweetlucht. Maar erg. Vind je het lekker? Ja. Ik zie je echt genieten. Op een barbecue vind ik het wel lekker. Oh, die pizza die hangt hier. Oh, wat vies. Ja, ik vond het wel mooi staan. Zullen we dan maar doorgaan met de volgende? Ja, ik moet zeggen,
Heel eerlijk, dit was echt heel lekker. Lekkerste slobberstok die je ooit hebt... Het was het lekkerste... Nou, nee, dit kan echt niet. Moet ik kiezen? Kiezen. Ik vind het altijd zo'n heel spannend... Wacht even, wat gaan we doen? Gaan we deze? Drie, okay. twee, één. Oh! Wow! Oh! Heel blij! Dit lust ik ook niet! Oh nee! Nee, echt, ik vind het zo goor, vind ik dit. Oh, kijk dit. Dit is gewoon een gummy augurk. En wat heb ik trouwens mooi gelakte nagels. Het ruikt echt naar augurk. Dit ruikt... Nee, naar augurk. Ja. Nou, maar dit ruikt, weet je, ook bij de Gouden Bogen. McDonald's. Ja, McDonald's. En dan houden jullie de hamburger open en dan ruiken die augurk. Dan ruik je dit. Gadver, ik vind het echt heel vies. Dit is echt niet lekker. Nee? Nee, dit is echt heel vies. Je moet even een hapje proberen. Het is vies, hè? Heel vies. Dat dit minder vies is dan... Maar zal ik je vertellen? Ik heb nog nooit een hap genomen van augurk. Zal ik het een keer doen? Ja. Kun je dit gewoon in het topje ook op eten? Ja. Nu vind ik het opeens heel lekker. Gadver, het is gewoon echt vies. Oh nee! Ik heb hier weer twee opties voor je. Oh jee. Ja, nee, ik heb net ook wat links gekozen, hè? Knip voor rechts. Ik weet niet, ik heb het gevoel. Oh, wat oh, nee! Gemaakt. Oh! Oh ja, dit komt er allemaal gummy food. 3, 2, 1. Oh, ik heb weer gummy! Oh! Kijk hoe hier leuk! Hier had ik oprecht wel even zin in, hoor. Nou, ik ben ook wel een beetje jaloers eigenlijk. Wow! Oh. Heel lekker. Mm. Oh, jaloers ben ik. Oh. Dit ruikt heel fruitachtig, heel fris en vooral heel zoet. Maar deze is echt vrolijk. Kun je dit als één deel eten, denk je? Ik voel echt mijn buik groeien hier beneden met al die gummy food. Het is echt heel hard. Dit komt gewoon in je maag. Ja. Zo, bam. Dit is geen succes bij deze. Nee, dit is echt geen succes. Deze wel. Nou, geniet jij nog lekker van je hamburger? Zullen we doorgaan naar de volgende? Graag. Next. Thomas, ik heb er nu eentje voor je. Die ga je heel erg chill vinden. Ja, echt? Ja. Oh, dan moet ik weer kiezen. Dat is dat moment weer. Kiezen. Ik ga voor die. Dat... Ja, zeker. Mag ik ruiken? Nee. Oh. Nee, deze. Ja? Oké. 3, 2, 1. Ah, nee! Heel goed! Oh, haring! Nou, dit kun je echt niet maken gewoon. Ik heb de kleine haringjes. Oh, grappig. Succes! Moet ik dit echt eten? Kijk hoeveel gaatjes hierin zitten. Kijk, ze liggen hier gewoon. Oké, ik ga het doen. Doe het. Doe die van. Oh, dat vind ik echt niet lekker. Oh, wat doe je aan? Oh, dat vind ik echt heel vies. Ik heb hier de kokken al zo. Moet ik even doorpikken? Het is toch lekker? Ik dacht dat je het wel lekker zou vinden. Nee, ik haat vis. Jij wilde wat gezond. Komt er allemaal uit die keuken, joh. Bakkervoeder is zo. Ja. Mag dat? Ja. Echt? Kom maar. Ik ga even die. Ja? Ik weet niet waarom, maar deze is voor mijn gevoel zwaarder. 3, 2, 1. Ja! Oh! Wow! Oh, ik heb eindelijk iets gezonds, jongens. Leuk. Wow. Die is echt heel erg gaaf. Is mooi, hè? Hij lijkt net echt. Oh, stuk in een pitcher. Alsof je tegen een hele dikke plakkerige beel slaat in de zomer. Zo als lekker! Zo zweetbeel! Nog een paar happen. Nee, dat moet je niet helemaal opeten. Nee. Je mag voor mij een echte, kijk. Oh, jee. De laatste is dit, toch? De allerlaatste. Oh, jammer weer. Ik vond het zo leuk. Dit wordt wel een ding. Als het maar geen vis is. Haring hebben we al gehad. Ik ga nu voor deze. Ja, oké, ik heb geen idee. Heel vast besloten, ja. Nee, ik weet het echt even niet. Ik weet het serieus even niet. Ready for it? Ja. 3, 2, 1. Oh! Oh, oh nee. Oh, ik was echt oprecht vergeten. Maar dat is heel heet, of niet? Dat is heel heet. Wat is dit? Dit is een peper. Nou, ik moet zeggen dat ik het niet zo goed weet of deze zo heet is. Jawel, toch? We hebben altijd nog een noodnummer, 112. Heel pittig! Nou, deze is heel heet! Deze is heel is die heet! Heet! Oh, mijn tong! Oh. Het maakt geen grapje aan. Ik ook niet! Dus, oh. Is het echt zo erg? Het is heel erg! Oh, jullie worden een beetje rood. Het is heel erg! Kan ik iets doen? Waterig?
Haal het eraf. Oké, niemand. Ik heb niet eens het doorgeslikt of erop gekauwd, maar mijn hele lip en mijn tong staan in de fik. Dit verkoelt wel, nee serieus, het valt wel mee. Ja, het is niet... Ja, deze het is heftig dat ze snoep ook gewoon zo heet kunnen maken. Gaat het? Ja, deze is echt heftig. Ik durf niet te kauwen en door te slikken. Nou, doe het. 1 keer. Ga je doorslikken? Gewoon heel snel, als het heel snel is. Heb je hem doorgeslikt? Ja! Yes, goed gedaan! Oh nee. Ah, mijn keelgat zit in de fik. Oh, dat is echt heel erg. Oh, ja, dit is heel heftig. Alles staat in de fik, man. Ik krijg warm ook. Nee, nee. We hebben geen melk hier. Knap, je pakt dat Nee, dit is niet meer goed, hoor. 31 mei 2017. Dat is heel goor. Ja. Wow! Je bent er iets aan het eten wat echt overal heeft gelegen. Het heeft op je hoofd gelegen, op de tafel gelegen, op de kast gelegen. Van mij heeft het ook weer op de grond gelegen. Ja. Dolly heeft er al op gepist. Ik ben weer oké-ish. Oké. Ja. Gaat het weer? Oh, nou, het zit er nog wel, maar het gaat wel wat beter. Je ziet er nou al beter. Net was je neus echt helemaal rood aan het worden in je mond. En alles ging zo door. Nou, maar ik voel me ook echt wel in de fik staan een beetje. Ja? Ja, in vuur en vlam. Ik denk over een maandje zoiets ga ik met jou ook een video opnemen. Ja. Voor jouw kanaal. Mm-hmm. Dus zijn jullie daar benieuwd naar? Het wordt hartstikke leuk. Abonneer dan alvast op Dit is Thomas. Nee, gewoon Thomas. Linkje daarvan zat in de beschrijving. Dus doe dat eventjes. Ik wil je heel erg bedanken. Ik wil jou bedanken. Ik vond het echt heel gezellig. Het was heel leuk. Het was ook heel lekker. Ja, heel culinair. Culinaire snoepen, jongen. Vond je deze video nou leuk? Doe dan eventjes een hele dikke vette duim omhoog. En ik hoop jullie aankomende vrijdag weer te zien met een goed nieuwe leuk of leuk. Wil je nou meer Onder Dinsdag video's zien? Klik dan eventjes hier. Hier? Doe mee. Hier zo. Hier. Abonneren doe je hier. Dag. Klik eventjes. En dan zeg ik toen Ledoki. Dikke doei. Tot de volgende keer. Leuk. Dag. Houdoe. Doei.